Wat een toestand weer, hè? Ja, rond die Kamervoorzitter, rond die Ariep. Ja, natuurlijk. En het weer D66, hè? Ja, het is weer D66. Die daar loopt te vervelen gewoon. Ja, wat weet je nog hoe die Bergkamp ooit daar Kamervoorzitter is geworden? Het was toen een 1-2'tje, weet je nog? Tussen D66 en de VVD. Ja, ik weet dat het even snel bekonkeld zo. Boep, boep, boep. En we zetten die Bergkamp daar neer. Want eigenlijk was die Bosma, weet je nog, Martin Bosma van de PVV, die werd door iedereen gezien als de ideale Kamervoorzitter. Die man, die gozer, deed het geweldig. Maar hij was van de PVV en dus ging het verhaal niet door. En toen hadden ze gauw maar eventjes die Bergkamp erin gedrukt. En nou blijkt dus, dat is een veertje, dat is een lichtgewicht. Die Bergkamp, die kan er helemaal niks van. Nee. Hoe kunnen ze die daar nou hebben neergezet? Ja, en nu gebeuren er allemaal ongelukken. Ja, en ze grijpt niet in. Het is één grote chaos in die kamer. En nu maakt ze met die hele affaire rond Ariep, maakt ze er ook een puinhoop van eerste klas. Want ze was er al een hele tijd mee bezig. En het was allemaal al een tijdje besproken. En ze heeft nooit die Ariep ingelicht. Helemaal niks. En dan laat ze het ook nog eens een keertje uitlekken. En dan weten ze, oh, weten we niet waar het lek vandaan komt. Nee, zou dat toevallig misschien bij D66 vandaan komen? Haha, hey, zou dat een oplossing zijn? Ach, vrienden, wat een gestumper weer van de allerhoogste orde. Maar goed, en dan nog even wat. Stel nou dat het een beetje waar zou zijn over die Ariep. En daar hebben ze het over zware woorden, over een machtsmisbruik en een schrikbewind. Ja, maar je mag tegenwoordig, kijk, die Ariep, dat zien we allemaal wel. Die kan bijvoorbeeld heel erg ongezellig zijn. Dat is natuurlijk een high-by eerste klas, dat is duidelijk. He? Die is niet altijd even lief en leuk. Maar tegenwoordig kan je ook niks meer zeggen tegen iemand. Dus als iemand een fout maakt, of iemand loopt te blunderen, of iemand doet zijn werk niet goed, ja, dan, hup, dan komt die Ariep en die duikt er bovenop, he, want die is de baas daar. En die geeft iemand op zijn sodemieter. En die mensen, die komen dus nu na een jaar of anderhalf jaar, komen die nog eventjes terug hun gelijk halen. En via een anoniem, ook nog eens een keer anoniem, hè, vrienden, ja. Oh, we durven onze naam niet. Nee, lekker stoer, anoniem. En gaan we die mevrouw een beetje in een heel slecht daglicht zetten. Want ja, ze is nu al, en dat komt door de blunder van die Bergkamp, is nu al bijna veroordeeld. Die kan al bijna geen kant meer op, die Ariep. Nee. Want nu staat overal in de kranten, ja, grensoverschrijdend, dus heb dit gedaan en dat gedaan. Hey, en wat moet die mevrouw nou nog? En dat komt allemaal, vrienden, zoals altijd, het komt allemaal door D66.